Onze teelt is eind januari gestart en dan zijn we ook direct van start gegaan met de camera's van pad. Zo'n eerdere waarneming is zeker zinvol. Ten eerste omdat je dan op dat moment ook wel alerter gaat zijn, ondanks dat we wel elke week scouten, maar dan kan je misschien ook meer plaatselijk gaan kijken op de plaatsen waar dat toeta met de camera's wordt waargenomen. Toeta absoluta, of de tomatenmineermot, is een mot die voorkomt in een tomatenteelt. Die is eigenlijk afkomstig uit Zuid-Amerika, ongeveer 5 à 6 weken voordat we in het gewas de schade waarnemen. Het is een hele tijdswinst en laat toe om dus al vroeger in te grijpen. Het voordeel van PATSI is dat we sneller op de hoogte zijn van een infectie in het gewas. Als de plaag sneller gesignaleerd wordt, kan er sneller worden ingegrepen, waardoor dat de populatie kleiner is en er minder spuitrondes nodig zijn om de mot te bestrijden. Met PATSI kun je ook opvolgen wat een bespuiting heeft gedaan, want de volgende nacht of de nachten daarna wordt er toch opnieuw activiteit geregistreerd. Het is relevant voor bedrijfsleiders omdat die minder arbeid moeten inzetten naar monitoring toe en ook omdat ze sneller kunnen reageren op een plaag die binnenkomt. Dus er wordt eigenlijk elke dag gefilmd. Dat is iets wat je niet als mens kan doen om elke dag dezelfde oppervlakte in de gaten te houden. Misschien kunnen we dan het volgende jaar weer net een stapje vroeger zijn.